Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag maandag en wij gaan naar het gemeentehuis. Of wat is het eigenlijk? Hoe heet het? Justitie. Want wij gaan onze stempel ophalen voor onze vergunning. Dat we hier mogen zijn, langer dan 3 maanden. Dus Jessie gaat mee. Terwijl we er al 3 maanden zijn bijna. Ja, inderdaad. Frenke? Nee, bijna. Ik er wel. Ja. En Miliano gaat ook gezellig mee. Ja, wel een beetje. Wil je dat vinden? Nee, je shirt de hele tijd. Nou, ik wel denk ik. Beetje. Je bent helemaal nat, man. Ja. Nee, niet. Oh, wel een beetje. Dat is niet erg. Oh, het ruikt hier naar... eten. Ja, honden. Oké. Okay. Dit. Huh? Hij is niet dik. Nou, zoals jullie zien, geen shirt en geen schoenen aan. Want Fab moet de vergunning ophalen. Maar dat mocht niet met een hemdje en met slippers. Dus hier liggen de slippers. Ze is nu naar binnen met mijn shirt en mijn broekje. Of met mijn schoenen. Ik zit hier als een kleine jongen op straat. Nice. Ja, daar zit Fab dus. Met mijn schoenen en mijn shirt. Jongens, ik liep letterlijk zo naar binnen. En dat mocht niet. Dus ik had Milian zijn shirt en zijn schoenen aan. Wat heb jij, Moppie? Eten. Wat heb ik voor eten? Tot zien. Ik heb een panini caprese, wat is nieuw. Milana heeft een chick chick. En we zijn bij een stage. Mag ik jouw nummer? Heb je al. Vandaag eten we wraps. Nou, weet ik niet. Maar ik heb zeg maar uitgesloofd, hè? Ja, alleen ik ben bang dat er weinig is. We zijn weer bij Julianaplein, want wij gaan sporten. Van voetbal, niet ja. Helaas. Dankjewel, je bent niet. Echt, veel precies. Ja, dan mag je een matje pakken. Klaar. Kijk eens aan. Een matje pakken. Kom maar. Gaat het echt mooi. Goed zo. Ze hebben al de vlaggetjes opgehangen in de straat. Onze straat is altijd, is de straat voor Koningsdag. Good morning. Het is 8:15 en ik ga naar stage. Laat Miliano weer achter hier. Hij gaat de stad in en souvenirs kopen ofzo. Doei! Ik ben klaar met stage en ik ben met Miliano. Ik heb hem opgepikt bij mijn huis. En we zijn nu bij Sambiel. Miliano heeft zin in churros. En ik ook. Dus we gaan churros eten. Er is ook geen poedersuiker volgens mij. Geen suiker? Ja, gewoon suiker. Wil je dat poedersuiker? Suiker. Hebben ze hier niet. Is het niet kaneel? Nee, het is suiker, normale suiker. We hebben churros. En die vrouw was echt heel aardig. Favoriete serveerster. En op wie wachten we weer? Hij wordt echt allemaal. Tijd om te gaan, lieverd. Je bent weer te laat. Wacht nee, weer op jou. Nee, hoe laat is het? Op grappen, hè? Wauw. Wil je alvast mijn sleutel pakken? Uitsluiten. Wauw. Beauty. Jongens, we zijn nu bij Papa Caio in Jantiel. En hier zaten wij 2 jaar geleden. We zaten net, toen waren we echt kleine kindjes. En nu zijn heel veel weg. En nu zijn we echt groot. Nee, over 2 jaar zeggen we dat weer. Hè? Oké. We hebben een ala di limonci. Dat is iets typisch Antilliaans. Of echt Curaçao. Je weet niet eens. Nee, maar wel lekker. Lekker zuur. Ja, een beetje te zuur. Ja. Oké, we hebben een amuse gekregen. En het is grote sal met... Zij zit tomatensaus. Nou, taste test.
Ik laat het vallen nu, hè? Geen schande. Lekker? Ja. Nee, serieus. Die maan. Zesje. Hoe heet ook weer? Tip en flip? Shiverter. Shiverter. Ik heb een risotto. Als jullie mijn vlogs kijken, dit is de derde keer dat ik deze risotto heb. Het smaakt een beetje. Oh, valt maar weer op, hè, jongens. We hebben allebei onze pasjes neergelegd. En die jongen waar we gaan betalen, die mag een pasje kiezen welke gaat betalen. We hebben het al een keer eerder gedaan bij de Mega, toen moest ik ze betalen. Ik? Ik. Nooit. Jawel, nee, ik weet nog precies, toen met Janessa. Mijn pasje is mooi. Oké, ja, ik kom voor nu aan. Oké. Okay. Je mag pasje kiezen, man. Ja, één van de twee. Je mag pasje kiezen. Ja. Right. Veel druk. Pas op. Het is steeds spannend voor je. Ja, ja. Ja. Oké, ja. Fuck me. Oké, dan. Ja, toch? Ja, ja, mooi, man. Wij zijn weer thuis, hebben lekker gegeten, hè? Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. Tot de volgende.